hit that jive and jack. Pull in pocket, flagging back. Time and time waits for an old man. And I ain't got time to change your hand. Hit that jive and jack. Pull in pocket, flagging back. Going downtown to see your man. And I ain't got time to shake your hand. Water. Oh. En dan gaan we hem afsleeën. Het is echt wonderlijk. Wow! Ja, ik heb het. Nou, daar gaan we dan. Slaapplekje op zoek, hè, jongens. Hallo. 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 Ik ben daar. Hallo. Hey, fijn zo'n lampje. Oh, ja. Doei. Hoe reageer jij dan? Hey, Gerard, vind je het fijn als ik dit zo in je gezicht druk? Ik vind het echt heerlijk. Ja? Heb je een leuke dag gehad, Gerard? Dus dag 1 was dit, hè? Dit was dag 1. Ja. Was wel leuk. Ik heb een heel klein beetje geklommen, dat ging mega goed. En dan bij die 6a heb ik dan een beetje aan zitten kloten en ik vond dat gewoon een lekker dagje. Ja, dat is gewoon weer helemaal top. Dat was de eerste dag, toch? Ja, en dat mooie uitkijkpunt was heel leuk. En het zwemmen over de glijbaan dinges, dat is ook heel vet. Oké, ik doe hem weer uit. Toch? Zo. Knip. Marieke, Isabel. Ja. Tot rusten, slaap lekker. Piemel aan het filmen. Lekker, jongens. Die staat er. Dat is echt mega. Daar komt Marika aan gewandeld. Hé? Hey? Recht naar beneden. Daar zijn beneden Ron, Lorgien, Bart en Timothy en ik aan het klimmen. Dit is Bart, die een pizza eet. En dit zijn wrappers. Die dubbel gevouwen. Dat is de grootste pizza die hij ooit heeft gegeten. Lekker te chillen in Zuid-Frankrijk. Mm-hmm. Met afvalpizza. Afvalpizza? Maar het moet wel leuk blijven. Okay, we zijn dus net op vakantie en Bram gaat gewoon even zijn bachelor afstudeerproject doen zodat hij op vakantie is. Timothy! Mannen kijken toe. Oh, gaat dit wel goed? Doe maar! Woehoe! 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 Woehoe!
Gerard checkt waar de grote rotsen zijn. Hij staat eigenlijk nu gewoon op een steen, dus daar is Bram eigenlijk niet van. Lekker Bram! Sponsored by Red Bull. Het staat op camera, dus je moet het nu doen. Oké, maar ik geloof in je. Je kan dit echt. Wat heb je? Een gat in je reet. Komt ook niet altijd scheid uit. Ja, ik moet hem even dichtnaaien. Met het visdraad dat we hier hebben gevonden. Ja. Dus is belangrijk, weet je wel. Als je nou het bad snijdt uit de bidden, want kan die hem nooit meer kwijtraken. Wat een goed idee. Goedemiddag dames en heren, we zijn hier in het prachtige Gorge du Loup. Je ziet hier water. Water is fijn. En je ziet hier Bartjongen en Isabel. Nou ja, als je denkt dat het goed gaat. Maar het zou een 6-7 moeten zijn. En is die leuk? Ja. Mooi. Ik heb niet zo'n idee wat ik kan doen. Oké. Okay. Niet dat je even een stukje terug kan, dan kan hangen waar je nu op staat en dan hangend. Naar rechts, maar kijk wel een beetje uit. Jozien is net klaar met een superleuke route. Ja, nu heb gewoon, het echt perfect voor gewoon perfect. Gewoon echt als een ster gewoon. Alsof het niks is. Zelfs mijn voet laten zien was nog beter. Dat man. Ben je trots? Echt, ik ben zeer trots op deze camping. Fijn. Nou, we gaan weer door, doei. Het is een Gerard en een Timothy. What? Het is heel moeilijk. Alles is hier nogal glad. Hij gaat omhoog. Eerste meter gehad. Eerste meter naar beneden. Zodoende leert men. Naar rechts staat dan. Probeer je nou eens even aan te kampsen? Nou, ik zou niet meer kampsen noemen, maar. Hij heeft wel vrij veel overhang in het begin. Vet man. Ja, ja. Ja, kom op, kom op, kom op. Hou hè. Ah. Kut man. Kijk, let op. Als je dit doet, dan zeg je. Boep, boep. Oh. Toet, oké. Okay. Nee. Let op hè. Let op. Ja, boep mag ook toch? Boep. Boep, dat is goed. Ja, lekker. Lekker jongen. Nice man. Is je nu aan het filmen? Ja, denk ik wel. Ja, zou ik ook wel bij filmen. Poelie system. Oh ja, ja. GoPro, extreme, extreme, extreme hammer king. Extreme! Extreme! Gerard, wat ben je aan het doen? Lekker beach water soda. What? Hey, hey.
Wat ben je aan het doen? Waar is de groep? Waar zullen ze zijn? We zijn aan het chillen! En Isabel heeft net een 7B Plus project. Als eind van de klimdag nemen we even een 60 meter abseil naar de Verdon. Heeft hij al zijn plus een touwtje erin? En daar gaat Marieke. Zorg ervoor dat je beide bij baan bent. Wat gaan we doen, Timothy? Abseilen. Oh. Ja. En dan kijken we wat er gebeurt. El Gringo Loco. Drie touwlengtes multi-pitch. 5C, 6A, 6A. Pitch nummer 1. Ja, het is naar de tweede pitch op. Daar is onze guy. Dude. Te beginnen, ik heb deze route in mezelf gezekerd. Nee, grapje. Fucking warm multipis. Misschien wel mijn warmste ooit. Je zou kunnen zeggen dat het de hoogste graad route is die ooit gekomen is. Nice, I like that one. Oh, hij filmt! Hij filmt! Ja! Een drinkeling. Another drinkeling. I mean a captain now. Onwards. Vandaag hebben we even lekker een chill dag. Iedereen in zijn hangmatje.
even bedenken hoe kort ik het bovenop ga doen. Ik heb bedacht dat deze man heeft een bepaalde kaaklijn waarbij het goed uitkomt om dit strak te doen. En dan voor iets meer haar om zijn ogen te benadrukken. Dat is precies. Heftig. Jawel, hou je wel. Kom op, gewoon gaan. Urdivdechi, speedspaas. Doorpakken. Make me proud. In het Engels klinkt het veel cooler. Netjes. Oh. Steady. Oeh. Now focus. Het lukte. Het lukte. Ah. Oeh. Okay. 3, 2, 1. Bram en Timmy in de evening. Klaus. Klimplant en waterlelie. 3, 2, 1. Achtertuin. Wat? Zeewier. Achtertuin en zeewier. Oké, ik heb er 1. 3, 2, 1, 5. Hey! Bram en Timmy in de evening. Wow. Wat ben jij aan het doen? Pieuw! Vroeg ze ooit, ever. Te zien hoe mooi die bus erbij staat. En er zit ook iets moois in. Hey, hallo, goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Een beetje matig. Er is veel gedroomd over klimmen en multipitjes die door je moet heen komen. Adieu Zidane. We open na de World Cup van 2002, waarin Zidane een kopstoot heeft gegeven nadat iemand zijn zes heeft verleden. Wauw. Nice. Een geschiedenislesje hier. Ja. Coolio. De rivier achter me, daar hebben we dus gedeepwater soloed. Volgens Maaike kreeg ze een beetje doodsangst toen we hier gingen upsoilen. Oeh, zo heel vet. That's because he's in the shadow. And we stood up really early, so we could be in the shadow. The shadow is nice, otherwise you get sweaty hands, you know. And then you use a lot of puff. And the puff for the puff. Puff, snapte? Pretty catchy. Hey Timothy, ja. Wat vond je van de tweede pitch? Huilen. Huilen? Ja, dit is mijn diepste punt van de vakantie. Laat je zien. Allee! Ja. Ah, geen brak af. Hij brak af? Echt? Ja. Hey, jullie maken het wel spannend voor ons, jongens. Oh, doe maar. Fuck. Check die achtergrond. Waar kom ik vandaan? Klimmend. Dikke achtergrond. Daar ga ik naartoe. Heel vet. Check hier onder mij. En daar is de Mighty. Hey jongen. Marieke, even naar boven kijken. Zeker. Extreme tearing. Tearing on the slackline. Tijdens het slackline. Ja, dat weet ik ook wel. Naar links, naar links.
Het is best wel onze standaard ochtend. Timothy, hoe laat is het eigenlijk? Het is 3:11. Het is 3:11. Dit ja. Nu doen we het met pannenkoeken. Eerder deden we het met gebakken ei. Ja. Veel havermout. Ik heb over 1 pannenkoek per uur. Dus het gaat echt omhoog. Dus het, ik ben echt al 2 uur wakker of zo. Het is vrij standaard dat we met z'n allen zo opschuiven naar de schaduw. In een rijtje. Behalve Bart, want die is 's ochtends altijd met random dingen bezig. Hij is met zijn brons bezig. Niemand weet wat hij allemaal aan het doen is, maar hij is altijd bezig. En Timothy is altijd in voor een trucje. Wat? Koffie? Is goed voor onze ochtend. Wordt dat veel koffie gezet? Het is vrij curieus dat dat tentje daar helemaal achter ook bij ons hoort. Een leuk tent. Want deze twee dames en heren dachten van... Wat voor duifjes? Ik heb trouwens nog nooit... Beter voor het geluid. Hè? Ik vind het wel sociaal. Wat ook vrij standaard bij onze ochtend hoort, is dat we dus lekker samen aan het eten zijn. En dat altijd wel één iemand meteen in de topo aan het kijken is voor de routes. Hallo, dames en heren. We zien hier onze laatste expeditie van onze vakantie. En dit is de Dordogne. Wat is leuk. De Dordogne. Oh, yeah, by the way, we gaan hier ook slapen. En daar willen we ook om mee. Ja. Wat is het leuk. Oh, ik ben zo benieuwd naar dit. De vraag is, voegt het heel veel aan het bier toe als je het uit 3 verschillende flesjes bij elkaar gooit in een oude sinaasappelsapfles? Maar ook het 2 uur lang ermee lopen, schudden. Schudden, in de zon zitten. Mm, in de zon, ja. Mm. Ja? Doe de proeverij. Een ik zie een champignon, lekker. Ja, maar goed, even. Oh, wauw. Dat is oké. Okay. Nice. Ben jij schrokken? Dan heb je geen gag reflex meer. Hallo. En de stream goocheling. Goedemorgen. Hallo. Waar zijn de andere tortelduifjes? Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie lekker geslapen? Ja, misschien. Hebben jullie ook die gekke dieren gehoord vannacht? Nee. Bijna. Ik heb echt geslapen bij mijn moeder. Oh, ik snap hem, ik snap hem. Ja, rij veilig jongens, als je denkt. Rape, SOS, SOS. Ja. Nice, oké.